Goedemorgen. Ik ben even aan het kijken of dat ik mezelf ook zie. Dat is toch altijd wel fijn, hè? Ik heb hier uiteraard een laptopje naast me staan. Ga ik even kijken of dat hij hem ook goed live uitzendt voordat we echt gaan beginnen. Dat is altijd eventjes de vraag. Dus even kijken. Ja, dan ben ik ook op mijn laptop. Toch fijn. Dan weet ik ook dat je. Oh, even het geluid uitzetten. Zo, kijk. Nou, leuk dat jullie er zijn. Goedemorgen, Suze. Leuk dat je er ook bent. We gaan vandaag lekker simpel stempelen. Ik ga dadelijk even lekker stuntelen met mijn camera. Want ik heb expres dat ik wil dat jullie me eerst even zien. Zodat je ook weet met wie dat je de workshop vandaag doet. En ik ga nog iets, mijn laptop nog iets zachter zetten, want ik word gek van mijn eigen stem. En we gaan dadelijk lekker aan de slag. In het evenement, mocht je nog niet alles bij de hand hebben, in het evenement heb ik een lijstje staan met alle spulletjes. Uiteraard lopen we er zo meteen ook nog een keer doorheen. En je kunt de video vanmiddag ook nog terugkijken op YouTube, want dan ga ik hem lekker uploaden. Ik ga de camera flippen en even stuntelen. Dus je ziet even lekker alles bewegen. En dan ga ik hem in de ding hangen. En dan komt het helemaal goed. Dus we gaan flippen. En dan hebben we hier. Zo. Altijd eventjes een momentje. Want ik wil dan niet per ongeluk een knopje aanraken. Waardoor dat hij eruit schiet natuurlijk. Zo. En dan moet ik mijn oplader erin doen. Want anders ben ik jullie straks halverwege de workshop kwijt. En dat zou toch ook wel heel erg jammer zijn. Hopla. Zo, als het goed is. Ja, daar ben ik. Wat fijn. En ik ga mijn kleur een beetje draaien, want ik zie dat het op het grote beeldscherm net eventjes anders is. Zo. Leuk. Brigitte, Jeanette, Sandra, Suze. Oh, dit vind ik gezellig, jongens. Doen jullie ook allemaal mee? Want dan vind ik het nog leuker. En anders gewoon lekker later. En dan deel natuurlijk ook eventjes. Hij beweegt nog, zie dat? Dat is raar. Hij hangt zo scheef als een hoepel. Dat ga ik nog even fixen. Zo, dat is beter. Hopla. Maar jullie kunnen me zo zien, dus dat scheelt. Ik heb hier al voor mezelf even een keukensteuntje liggen. Met natuurlijk de maten, dat het lekker makkelijk is. Mocht je nou nog niet hebben gezien in de evenement zelf wat je nodig hebt, dan lopen we daar natuurlijk nu nog eventjes doorheen. Ik heb twee kleurvarianten gebruikt en ik bedenk me nu ineens dat ik de voorbeelden gewoon helemaal niet heb. Nou, dat is helemaal hilarisch. Dus je kunt gewoon nu out of the blue gaan we aan de slag. Want ik weet zelf wel hoe dat ze eruit zien. En ik twijfel of dat ik ze nu niet gewoon nog even 1 seconde zal pakken. Want ze liggen hier in de kamer hiernaast. Maar goed, laat maar zitten. Ben je helemaal voorbereid? Ben je de voorbeelden vergeten? Wat heb je nodig? Je hebt 4 kleuren cardstock. En ik wil nogmaals benadrukken. Ook al heb je minder, geen punt. Ik heb deze kleuren range aan je aangeboden als je een pakketje hebt aangeschaft. Of deze kleuren range. Ga ik dadelijk voor jou ook nog eventjes de kleuren opnoemen. Zo even mooi uit elkaar leggen, dat je ook alle kleuren ziet. Zo. Tadaa. Dus er zijn 2 kleuren ranges. Goedemorgen Leonie, leuk. Hoi Anoushka. Fijn dat jullie er ook bij zijn. We hebben Mango Melody, Blushing Bright, So Saffron, Petal Pink en Basic White. Daar ga ik niet mee werken vandaag. Ik ga vandaag werken met een kleurencombinatie die volledig uit mijn eigen comfortzone is. Want ik werk nooit met paars. Blauw heel soms. Maar ik dacht, joh, laten we eens gek doen. Dit is Gorgeous Grape, Pool Party, Highland Heather, Balmy Blue en Basic White. En we gaan zo meteen als eerste aan de slag met lekker stempelen. Als jij 4 kleuren hebt uitgekozen, kies je ook de 4zelfde kleuren inkt. Als je het hebt, weet je, 1 kleur of 2 kleuren is ook oké. Okay. Goedemorgen Ellen, leuk dat je erbij bent. Dus ik heb hier de 4 kleuren inkt die ook matchen bij mijn 4 kleuren van papier. Heb je nou niet precies dezelfde matchende kleuren, maak je niet druk. Het gaat vandaag lekker om de techniek en ik wil je graag laten zien dat je met eigenlijk 1 vel Basic White 4 kaarten kunt maken. Nou ja, en uiteindelijk gaat het er natuurlijk om hoe dat je dat zelf doet. De stempelsets die ik vandaag gebruik
zijn uiteraard de Circle Celebration. Want die, dat was het hele idee opgeëikt. Ik gebruik de Oval Occasions. Beide komen op dit moment uit de voorjaarscatalogus. En de Tijdloze Tulpen, omdat ik het ook wel leuk vind om er een Nederlandse sentiment op te hebben. En daarbij gebruik ik de Double Oval Punch. En die, nou ja, ideaal. Als het goed is, passen die kleine tekstjes van de, Tijdloze Tulpen, passen ook in de ovale punch. Dus, dat daar gelaten. Dan heb ik daarbij nog twee kleurencombinaties van twine gekozen. Die heb je in je pakket ook zitten als je pakket hebt aangeschaft. Of je hebt de Night of Navy met de witte. Of je hebt de Blush and Bright met de witte. En deze komen beide ook uit de voorjaarscatalogus. Dus de Snailmail Twine en de Well Suited. Of Well Sweeted, Well Suited, weet ik veel. Twine Combo Pack. In ieder geval de mannen dinges. We gaan als eerste lekker aan de slag met stempelen, want daar zijn we hier natuurlijk voor. Uiteindelijk komt het snijden ook wel goed. Maar het is wel even van belang dat we daarvoor weten welke maten de basisklaar, de kaart, de gekleurde mat, dus de mat onder het witte stuk en de basic white mag zijn. Maar we beginnen met de basic white. Dus als jullie zover zijn, pak lekker je snijmachine erbij. En gaan we de basic white snijden op 19 x 27,7. Nou, let op. Je vel is 29,7 bij 21. Dus ga nou niet hier 19 afsnijden, want dan zit je fout. Dus nog beter gezet. Hier 2 centimeter af en hier 2 centimeter af. Ik zal proberen zoveel mogelijk tegen de bovenkant aan te snijden. Omdat ik links ben, ziet het er voor jullie waarschijnlijk al iets anders uit. Oh, nou, dat maak ik mezelf al lastig, hè? Zie je dat? Kijk, je hebt dus aan deze kant van je snijmachine heb je ook gewoon 2 centimeter zitten. Ik weet niet of dat het je ooit was opgevallen. Altijd even goed tegen de rand aan drukken, zodat je niet scheef gaat. Nou, wil jullie meteen aangeven, ik praat snel, ik ben snel. Dus vind je me te snel, gooi even in de chat, het mag langzamer. Dan ga ik langzamer, want dat is helemaal geen punt. Nou, allebei de kanten 2 centimeter eraf. En dan heb je, als het goed is, een vel basic white van 19 x 27,7. Nu gaan we rillen, oftewel vouwlijnen maken. Maar we gaan niet vouwen, let op. Hè? Dus we gaan alleen rillen, we gaan niet vouwen. Want we gaan namelijk simpel stempelen en in één keer 4 basiskaarten maken. We rillen over de lengte op 9,5, dus dat is de helft van het vel. 9,5 centimeter. En let op dat je dus niet gaat snijden. Dat is 1. En in de breedte op 13,85 of 13,9, net wat jij wil. Maak je daar niet druk om. Dan ga ik toch even aan de onderkant doen, jongens. Want ik heb hierboven, kijk, heb ik geen 13,9 of 13,85. En dan mag voor nu eventjes de... Ja, je houdt ervan, Leonie. Lekker de tempo erin. Maar jij bent de gevorderde. En als het goed is, heb je nu een mooi kruis op je basic white staan. Je mag je snijmachine, zoals ik zei, al aan de kant leggen voor nu. Dat is eventjes niet meer, nodig, want we gaan nu dadelijk lekker stempelen. Ik neem even een slokje van mijn drinken, want ik had nog een droge keel. Ja, ik ben hartstikke links, Kim. Dus dat ziet er natuurlijk heel vreemd uit. Ik leer mijn klant ook altijd links aan om links te snijden. Inmiddels ben ik daar wel een beetje van afgestapt. Maar in het begin had ik dat gewoon niet eens zo heel erg door zelf. Dus dat was wel heel grappig. Je mag je Circle Celebration erbij pakken. En als je het pakketje hebt aangeschaft, het volledige pakket, dan zat er de kleerblok D in. En als het goed is, past daar precies ook de grootste cirkel op. Ik trek altijd lekker het hele vel eraf. En die doe ik terug in het doosje. Want dan kan ik gewoon overal makkelijker bij. En ik heb er zelf nog een kleine blokje bij gepakt voor de kleinere rondjes. Maar nogmaals, 1 blok, meer dan genoeg, meer heb je niet nodig. Nou, ik begin met de allergrootste stempel. En wat ik daarbij doe, is ook de lichtste kleuren. En dan twijfel ik zelf of dat ik Palm Blue of Pool Party zal pakken. Maar ik pak Pool Party. Ik weet dat die iets lichter stempelt dan de Palm Blue. En ik hoop dat het ook goed doet, bedenk ik me nu. En daaronder... Dit is een fotopolymer stamp, oftewel het duwt niet mee, zeg maar. Dus leg ik daaronder altijd een stempelmatje. Dan heb je wat betere tegendruk, dan doet je stempel het gewoon beter.
En ik begin lekker aan de bovenkant. Let wel op, we gaan dus het hele vel stempelen. En mijn stempelmat is iets te klein, dus heb je zelf iets groters. Gunstig. Ik had er best op zich gewoon 2 onder kunnen leggen, bedenk ik me nu. Maar ach, dat is een beetje te laat. Ook pak ik mijn chamois er even bij. Die heb ik in een doosje zitten in 2 geknipt. Met een dekseltje erop. En die zijn, als het goed is, nog lekker vochtig. Om tussendoor dadelijk mijn stempels schoon te kunnen maken. Wel, gaan we. Simpel stempelen is iets wat heel veel demo's vaak nog weer moeilijk vinden om opnieuw te doen. We gaan eigenlijk over de lijn heen stempelen. Klinkt heel erg raar. Kim, leuk dat je er bent. Ja, hij doet het. We zijn al begonnen. Dus ik heb hier de formaten. Ga eerst je Whisper White even snijden of je Basic White. Op 19 x 27,7 en een rillijn in het midden. Ik hoop dat je de formaten kunt zien. Dan kun je lekker ook aan de slag. Want we gaan nu stempelen. Haal je dadelijk wel in. Alright. Zoals ik al zei, we gaan over de lijn heen stempelen, want daar gaan we straks ook over snijden. En dan heb je dus 4 matten. Dat is het hele geheim van vandaag. Dus we beginnen. En het zijn een soort van achtergrondstempels. En we gaan eigenlijk lekker over elkaar heen stempelen. Dus maak het jezelf niet te moeilijk. Ben niet te streng. Zorg dat je overal gewoon een rondje dadelijk hebt staan, zoals je zelf wil. En denk er vooral niet te veel bij na. Want uiteindelijk maakt het patroon zich toch wel vanzelf. Ik vind dit zelf echt een hele mooie stempel. Doet me een beetje aan de maan denken. En dan kan jullie al verklappen. In de nieuwe catalogus gaat ook een stempel met een maan komen. Ik mag hem nog niet laten zien. Helaas, pindakaas. Maar het wordt wel heel tof. Nou, baal ik even dat ik hier geen wit papiertje of iets onder heb. Want dan gaat hij raak afgeven. Maar goed, dat is dan de achterkant. Ik vind het ook altijd leuk om een beetje op de randen te stempelen. Je draait hem gewoon even om. Zo, hop, geeft hij daar maar op af. En dan heb ik voor nu de basis zitten. Ja, inderdaad, gewoon stempelen zonder na te denken, Leonie. En dat is vaak wat we vergeten. We denken er veel te veel bij na, waardoor we eigenlijk ook veel te perfectionistisch worden. Zo, nu ga ik een volgende kiezen uit mijn rijtje. En ik pak die met de streepjes, die vind ik leuk. En pak gewoon een kleur naar keuze, wat jij leuk vindt. Ik denk dat ik nu voor de Highland Herder ga, dus echt de lichte variant paars. Ik vind dit echt lastig, het is echt bijzonder, maar gewoon door deze kleuren ben ik van de wap. Ik ben echt een herfststempelaar, zeg maar, qua kleuren. Dus dit vind ik moeilijk. Ook ik vind dingen moeilijk, jongens. En ga gewoon lekker over de andere bollen ook heen stempelen. Zodat je een patroontje gaat krijgen uiteindelijk. En ik pak alleen het kruis. Je mag over het hele ding heen stempelen, maar ik pak dus alleen het kruis. Zodat ik daar ook nog wat wit overhoud op de kaarten zelf. Zodat ik daar dus eventueel een sentiment nog kwijt kan. Dat is eigenlijk het Nederlands. Ja, ik zeg automatisch sentiment omdat dat Engels is. Spreuk. Nee, tekst. Tekst. Dat ik daar een tekst kwijt kan. Zeg maar. Als jullie wat op de achtergrond horen. Ik zit op de slaapkamer van mijn zoon. Want ons kantoor wordt op dit moment verbouwd. En dan moet hier ook gedoucht worden op zondagochtend. Dus die zijn nu bezig allemaal boven. Hi jullie. Leuk dat je erbij bent. Gezellig. Ik ben wel benieuwd of dat jullie ook allemaal lekker aan de slag zijn. Of dat jullie ook gewoon lekker meedoen. Nou, ik hou het hier even bij. Het voordeel is natuurlijk dat je tussendoor straks op het eind kan zeggen, ik wil er nog wat meer bij hebben. Maar ik hou het hier eventjes bij. Dus ik wil deze en dan ga ik verder met de volgende stempel en de volgende kleur. Even zien. Welke zal ik eens doen? Ik wil eigenlijk wel steeds iets kleiner. Oh, ik kan niet kiezen, jongens. Ik pak deze, denk ik. Ik vind dit wel heel erg leuk. Dit is een bloemetje negatief gesneden. Kijk, je hebt hem hier nog een keer. En nou pak ik even het wat kleinere stempelblokje. Vind ik zelf toch iets fijner werken. Kijk, hij kan prima hierop, hoor. Dus maak je niet druk als je die niet hebt. En dan pak ik de Balmy Blue. Dit is echt een leuk stempeltje. En ik hou het lekker allemaal een beetje bij elkaar. Het
ziet er nu allemaal nog heel onlogisch uit misschien voor je wat ik doe. Maar je zult straks zien dat je dus een kaart gaat krijgen waarbij de achtergrond eigenlijk al voor zichzelf spreekt. En dat je niet zo heel veel meer hoeft te doen. Deze ga ik er iets meer op doen, want ik vind die bloem wel echt leuk. Zo. Oh jongens, ik raak ook helemaal in mijn bubbel. Oh, leuk dat je meedoet, Kim. Het is eigenlijk gewoon een beetje lekker vrij, creatief stempelen. Kijk maar welke kant je op gaat en hoe het uitkomt. Kijk, en als ik klein ben... Nou ga ik nadenken, dat moet ik dus eigenlijk niet doen, hè. Maar ik vind dat er misschien iets te weinig zit op de een of de andere kaart. Nou, daar nog één. Ja, een kind kan de was doen, hè, letterlijk dit. Dit zou je dus ook makkelijk met je zoon of dochter kunnen doen. Hoe leuk is het op het moment als je daar een stempel zet. Bas, ik ben een live workshop aan het doen. Iedereen kan al met je meeluisteren. Okay. Even kijken. En ik ga zo aan de slag nog even een paar huishoudelijke dingen op gang zetten. En dan kan ik los. Nou, ik zou zeggen, Leonie, lekker knutselen. Heerlijk genieten. Het is vandaag weer een beetje een bijzondere druilerige dag. Ik had gehoopt dat het toch wel echt wat mooier weer zou worden. Inmiddels heb je door dat ik dus een stempel... Kijk, dat doe ik dus ook automatisch. Ik maak hem automatisch schoon, leg hem weg. Dat komt omdat ik nu lekker ook wel een beetje in mijn flow kom. Nu gaan we even kijken welke ga ik erbij pakken. Ik denk dat ik dus twee kleine stempeltjes ga doen met de Gorgeous Grape. Dat vind ik eigenlijk wel leuk, want dan heb je... wat meer accentjes. Dus ik wil eigenlijk het ruitje en het bloemetje wil ik allebei in de Gorgeous Grape hebben. Maar die ga ik niet tegelijkertijd doen. Dus we leggen het bloemetje even aan de kant en ik begin met het ruitje. Zo. Hopla. Oh, dit vind ik een heel leuk stempeltje. Merk ik. Even lekker. Overal een beetje erdoorheen. Het leuke is als je een beetje op de kruisingen van andere bolletjes neerzet. Dan krijg je een geheel. Maar nogmaals, niet nadenken. Gewoon neerzetten. Zo, hij mag ook wel lekker los natuurlijk. Hè? Zo. Nou stop ik, want ik wil dus ook nog het... Goedemorgen Emma, leuk dat je erbij bent. En dan ga ik ook het bloemetje namelijk doen. Zo. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het jullie een beetje afgaat. Straks als je klaar bent, dan deel gerust op social media. Tag me ook. Oh nee, ik wil... Zie, doe ik het weer. Wil ik de Gorgeous Grape wil ik dus terugleggen. Hopla. Oh, dan heb je meer. Mensen die mij al langer volgen en die af en toe een online workshop bij mij gevolgd hebben... Ik heb een, die weten dat ik een stopbordje heb. En dat is hopla. Dat is echt verschrikkelijk eigenlijk. Maar wel ook wel heel grappig. Zo, die doen we nog een beetje daar overheen. Dit bloemetje is echt heel zoet. Ik zie hier gewoon ook al dat je zelfs met alleen dit bloemetje eventueel een hele achtergrond zou kunnen stempelen. Zie je het ook voor je? Regenboogkleuren of zo. Superleuk. En dat is ook wat eigenlijk het simpel stempelen met je doet. Zonder te veel na te denken. Krijg je alleen nog maar meer creatieve ideeën. Zo. Nou, volgens mij ben ik er wel een heel eind. Even kijken. We hadden even vanaf een afstandje bekijken. Ja, tof hè, Leonie. Het is echt zo makkelijk. En dit kun je dus met elke achtergrondstempel hebben. Of elk figuurstempel die je doet. Of die je hebt. Doen met die je hebt. Zo, goedemorgen. Mijn koffie is nog niet op. En op deze manier... Je kunt je natuurlijk voorstellen, heb je al meer spulletjes thuis, dan kun je hem natuurlijk ook nog helemaal pimpen. Nee, ik ga het niet doen. Ik ben te... Hoppa. Oh, dat zal ik eens doen, Leonie. Nou, misschien moet je mij gewoon challengen dan. Als je zegt met welke kleur ik moet spelen, ga ik ermee spelen. Dat is misschien wel eens een leuk idee. Dat wij als demons elkaar wat meer uitdagen. Zo.
Nou, eens even kijken. Ik ga even alles aan de kant leggen. Ik ben voor nu met dit eventjes klaar met stempelen. Straks gaan we nog stempelen om de tekst erop te krijgen. Maar ik heb geleerd van een van mijn teamleden dat je tussendoor alles op moet ruimen. Dankjewel Brigitte. Werk ze voor straks. En je kunt hem terugkijken op YouTube of op Facebook mocht je nog lekker aan de slag willen. Ik ga eventjes deze dicht doen. Kijk, en wat ik al zei, je kunt dus met elke stempel, met een vorm, kun je dit dus maken. Kijk, bedenk je dus dat je bijvoorbeeld met de tulpen dit ook heel leuk zou kunnen doen, hè? Dus dat komt ook helemaal goed. Nou, ik ben benieuwd hoe ver jullie zijn. Ik ga snijden namelijk. We gaan namelijk nu over het lijntje heen snijden. Want als je het al een beetje door had, dit wordt zeg maar 4 verschillende dingen. Oh, Leonie, ik ga je volgen. Lijkt me leuk. Oh, kijk. Nee, Kim, dat heb ik niet van jou geleerd. En de andere Kim ook niet. Nee, Marinda is heel goed in opruimen, jongens. Ik weet niet of ze meekijkt. Maar die is heel goed in tussendoor sorteren. Dus daar kun je nog wel van leren als het over andere structuren gaat. Nou, wat ik dus ga doen, je ziet het misschien al. Ik ga nu Basic White, ik wil het Whisper White zeggen. We zijn nog zo gewend. Basic White ga ik in 4 snijden, zodat we er ook 4 kaarten van kunnen maken. Zo. Dan probeer ik hem precies op het randje. Nou ja, je weet dat op de lengte hadden we hem op 9,5. Dus daar kun je hem ook weer tegenaan leggen op je snijmachine. En je snijdt hem door. En dan hier op de 13,85. Nou kan ik die hier aan de bovenkant niet zien. Dus ik pak alleen even het lijntje. 1, 2. En 3, 4. Nou, dit is super tof. Kijk nou. Naar een heel groot geheel heb je al gewoon 4 basiskaarten liggen. Ik weet zeker dat als jij nog nooit gestempeld hebt, dit kun je. En als je al wel ooit gestempeld hebt, dan verbaas je nu over jezelf over dat het eigenlijk zo makkelijk kan zijn. Dat we dus helemaal niet zo moeilijk hoeven te doen met z'n allen. Nou, wat ik nu ga doen, ik ga nu eerst eventjes de matten ook snijden, de formaten. En ik wil een basiskaart in Gorgeous Grape. En ja, je hebt alles dubbel van mij gekregen, dus je kunt lekker extra aan de slag. En een basiskaart in, wat zal ik doen? Ik denk Balmy Blue, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Zo, dus daar begin ik mee qua basiskaart. Ik leg heel eventjes mijn matjes aan de kant. En ik ril de basiskaart. Ik doe het eerst even, omdat ik toch 2 kaarten tegelijkertijd ga maken. Ga ik eerst rillen. En dat doe ik op 14,85. Ik snij hem even, ril hem even aan de onderkant, jongens. Anders kan ik het niet goed zien. En dat vind ik zonde. Zo. En ik snijd hem, dus rillen op 14,85. En ik snijd hem op 10,5. Dus door de midden. En dan heb je direct 2 kaarten. Tada! Die gaan we dadelijk natuurlijk nog even vouwen. En voor deze doe ik precies hetzelfde. Ik maak 2, ik weet eigenlijk niet of dat een naam heeft, maar van die flap-over kaarten. Dus waarbij ze niet van links naar rechts open gaan, maar van boven naar onder. Van rechts naar links, niet van links naar rechts. Van rechts naar links open, maar van boven naar onder. Zo, dus 14,85 rillen. En 10,5 snijden. Hopla. Oh, daar was die weer. Nou weet ik het van mezelf. Hè. Dat is ook niet leuk. Ik ga eerst even nog door met de matten snijden. Want ik wil dus van die andere kleurtjes wil ik een mat eronder hebben. Dus dan hebben we nog de Highland Header die ik nog niet gebruikt heb. En de Pool Party. En die... zo. De Pool... Even kijken, de mat, dus dat is de middelste, die snijden we in 14,35 × 10. Dus ik pak eerst de 14,35, want dat is namelijk iets minder dan de helft van de lengte van de A4. Of 14,4, wat voor jou fijn is. Andere kant leggen we weg. Als je die meteen weglegt, dan weet je ook zeker dat je de goede mat pakt voor jouw kaarten. En dan, doe wel even hier, dan... is de breedte is 10 centimeter. Dus het is 0,5 centimeter kleiner dan de kaart zelf. Zo. En nog een keer 10.
Zo. Dat is één. En dan hebben we nog de Highland Heather, oftewel het lichtere kleur paars. Ook die weer in. Hij is een beetje gehavend, zie ik. Een beetje lomp bij geweest. Dat ben ik nooit. Die gaat naar 14,35. Dus 14,4 of 14,35 centimeter. En op 10 centimeter breedte. Twee keer ook weer. En dan nog een keertje. Hoppa. Zo, dat is je basis. Dan gaan we deze weer even aan de kant leggen. Pakken we even de basis erbij. Kijk, dit hebben we net gesneden als het goed is. En dan pak ik mijn Papestars boonfolder erbij met mijn naam erop. Als je helemaal nieuw in mijn team komt, dan krijg je die natuurlijk eentje van mij. Ja, dat snap je wel. Dus daar heb ik mijn dames al eerder mee verwend. Hou ik van. Lekker tot op het bot verwennen. Dan willen ze gewoon nooit meer weg. Jullie zitten gevangen, jongens. Jullie zitten gevangen. Nee, grapje. Ik geef ze eventjes de kaarten vouwen. En dan hebben we natuurlijk net een rillijn gemaakt. Waarbij we de kaart naar binnen hebben geduwd. En dan heb je hier een buikje. Oftewel de bolle kant. En we vouwen altijd naar de bolle kant toe. Om te zorgen dat het papier ook niet kan scheuren. Nou zal het kartstok niet zo snel scheuren. Maar stel dat je dit met designpapier doet wat wat dunner is. Ja, dan heb je het risico dat je papier scheurt. Want je duwt zeg maar in je papier. En duw je door. En ga je daarna ook nog dat openvouwen. Dan scheurt hij vaak in tweeën. Dat is een beetje zonde. Dus hoe dat we het hebben geleerd op school klopt niet. Op de kleuterschool hebben we geleerd dat je met de vouw mee moet vouwen. Ik zeg nu vergeten. Sorry, juffrouw Roos. Vindt ze niet leuk, denk ik. En dan deze ook nog. Ik ben niet helemaal gelijk geweest, zie je dat? Maar goed, je mag zien dat het handgemaakt is, toch? Zo, dat zijn vier kaarten. Besef je nou dat je dadelijk dus binnen een uurtje gewoon vier kaarten hebt gemaakt? Hoe vaak komt dat nog voor? Vaak plakken we hem zo vol of doen we hem zo extra... Dat het gewoon, dat we gewoon al minimaal een uur bezig zijn met één kaart. Ik ga nu eerst, nu heb ik alle vier de kaartjes. Ik ga nu eerst de gestempelde matjes hier opplakken. Want daarna gaan we met het twine, en die zal ik eens even uitpakken. Wit en blauw in dit geval. Dat zit als het goed is ook in jouw pakket. Nee, juffrouw Roos is niet meer arm, juffrouw Roos. Ja. Dan krijg je van als je dorpsgenoten in de chat hebt hangen. Die weten dat. Deze twee gaan we dadelijk eromheen draaien. Dus ik wil eerst de gestempelde matjes op de achterliggende matjes plakken. Dan gaan we de twine eromheen draaien. En dan gaat hij pas op de basiskaart. En ik ben zelf de grootste fan van Tombow. Ik vind dus heet die sneeuw? Nee, heet geen sneeuw. De seal is ook fijn hoor. Maar ik ben groot verbruiker. Dus ik ben op een gegeven moment heb ik gezegd, ik moet even niet te veel doen. Want ik wil ook wel graag een beetje aan het milieu denken. En dit is eigenlijk gewoon veel beter. Je doet onwijs lang met zo'n tubetje Tombow. Je hoeft maar heel weinig te gebruiken. En het zit wel meteen vast. Dus ook dat. Dan zul je zien dat dat je de kleuren in de kaart hebt gebruikt. Die je ook gebruikt voor je... Of de kleuren inkt, dezelfde kleuren inkt heb gebruikt als dat je je basiskaart hebt gebruikt. Dat de kleuren ook echt helemaal naar voren gaan komen. Hey, jee, Tombow. Ja, absoluut. Oh, mijn video is beëindigd. Zegt hij. Dat klopt toch niet? Even kijken. Ik ben benieuwd of jullie mij nog zien, jongens. Want bij mij geeft hij op mijn laptop aan dat de video beëindigd is. Gaan we door? Even een kleine lichte paniek. En even verversen. Ik heb geen idee of jullie mij nu nog zien eigenlijk. Oh, nee hoor. Kijk, ik ben er gewoon nog. Gelukkig. Het was eventjes mis op mijn laptop. Nee, geen paniek. Maar ik zag de chat ook niet meer. Die was ook ineens weg. Paniek is weer weg. Het is altijd leuk, hè, Facebook Live. En dan af en toe klap mijn eigen laptop eruit en dan is het ineens klaar.
Zo. Dus we gaan rustig verder. Hebben jullie ook even een momentje gehad om in te halen, mocht je een beetje achterlopen? Zo. Oh, ik durf het bijna niet toe te geven, maar ik vind zelf de kleurcombinatie eigenlijk ook gewoon mooi. Oh, en ik hou niet van paars, roep ik altijd heel hard. Maar weet je dat ik die gorgeous grape dus heel cool tussen vind zitten? Dat gewoon echt wel extra oomf geeft. Dankjewel, Leonie. Zo. En tada. Nou, dat is dus de basis. Wat we nu gaan doen. We gaan eerst met de twine aan de slag. Oftewel het draad. Ik moet mezelf aanleren om wat meer in het Nederlands te praten. Maar sommige vertalingen van Stampin' Up in het Nederlands voelen voor mij niet helemaal logisch. Omdat ik natuurlijk vrij lang zelf al Stampin' Up doe. Oh, daar heeft iemand een boze smiley gegeven. Oh jee, is er iemand boos? Ik hoop het niet. Even vertellen hoor. Even kijken. Maar omdat ik dus al vrij lang Stampin' Up doe, ben ik zo onwijs gewend dat het allemaal in het Engels gaat. Nou, ik ga op twee manieren de twine eromheen draaien. Ik ga één keer hem zo doen en ik ga hem één keer zo doen. En ik ga even denken, hoe zal ik het allemaal aanpakken? Ik ga de donkere twine niet op de donkere mat. Ik ga hier de donkere pakken. Laat een stukje over. Ik laat altijd. Ja, nu jullie hebben nu natuurlijk zelf een stuk lint of een stuk draad van mij gekregen. Maar ik laat altijd het lange stuk eraan zitten. Zodat ik altijd precies weet hoeveel ik nodig heb. En dat ik niet al ga knippen en dan uiteindelijk stukken overhoud. Ik draai hem ook altijd het liefst twee keer eromheen. Dan heb je net even een wat meer een schaar. Wat meer een oef, zeg maar. En dan maak je er een mooi strikje of een knoopje van, net wat je wilt. En je kunt hem nu nog schuiven, dus dat is het gunstige ervan. Ik plak hem ook eigenlijk nooit vast, want vaak doe ik er een centimeter overheen. Of gaat hij uiteindelijk op de basiskaart en dan zit hij toch wel vast. Even een beetje wiebelen. Klein beetje de uiteinden eraf. Kijk, als je nou dus een heel stuk draad had afgeknipt, dan had je dus gewoon heel veel draad weg kunnen gooien. Dat is super zonde. Probeer er altijd een beetje economisch over na te denken. Zo, een beetje zo doen. En dan ga ik er dus ook nog eentje. Strikje boven of onder zien we dadelijk al, want we kunnen dadelijk nog schuiven. Ook zo. Kijk, en eigenlijk is zelfs twine al optioneel, want de kaart aan zichzelf doet al zoveel met gewoon de verschillende patronen en de verschillende kleuren. En ook als je maar één of twee kleuren hebt, kun je dit nog steeds doen, want de verschillende patronen van de bollen, die maken al dat je kaart gewoon al heel kleurig wordt. Precisiepen voor oppakgemak, zegt Leonie. Ja, dan take your pick. Oh, ik heb er zo nog wel meer hoor. De lakpuntjes en die vind ik ook altijd heel bijzonder. Oh, heerlijk. Zo. Kijk, en ik laat hem gewoon even uitvallen zoals hij uitvalt. Wel leuk om dit dadelijk aan de bovenkant te hebben, ja. Dan weer een stukje eraf. Oh, en ja, er zijn allerlei trucjes om strikjes te maken. Je kunt bunny ears doen, dan weet ik veel. Ik strik over het algemeen gewoon. En het is ook een kwestie van oefenen als je het gewoon heel erg lastig vindt. Nou, kijk, er zijn die twee. Zo. En dan ga ik de blauwe pakken. Die twine is trouwens ook helemaal... Ik heb het even niet opgezocht, maar die is niet zo heel duur. Het voordeel is dat je er dus twee hebt in een zakje. En ik ben een soort van hoarder als het gaat om twine, om draad, omdat ik het letterlijk overal gebruik. Ik gebruik het ook om cadeautjes in te pakken en alles.
Ik ga hem zo doen. Dus die zo. Kijk, leuk hè, dat donkerblauw. Staat er ook weer gewoon super bij. Je hebt gewoon twee kleurtinten en dan kun je gewoon heerlijk variëren. Op zich had ik hem ook nog niet af hoeven knippen, had ik al wel. Eerst ook het strikje kunnen maken, ook dat is een optie. Oh, hij draait even. Zo. Kijk, maar nu heb ik hem natuurlijk te kort afgeknipt, dat zul je net zien. Deze is dunner dan het witte. Ik weet niet of dat jullie dat al opgevallen was. Zo. Oh, trek het draadje eruit, jongens. Kijk. Alles valt te fixen. Zo. Ja, ik vind het donkerblauw ook leuk erbij. En deze ga ik een beetje zo. Dat kan dus nog, omdat hij los zit. Hop. En dat is de volgende. En deze ga ik ook weer. Zo recht doen, dat vind ik leuk. Boven of onder? Ik heb die andere boven gedaan. Doe ik deze onder. Nou, even iets meer overhouden dan net. Nou knip ik hem dus ook nog niet af. Practice what you preach, Selina. Zo. Hop. Kijk, nu zit het draadje er dus nog aan. Dus nu verspil ik zo min mogelijk draad ook. Dan knip hem af. Kan die weg? Oh, lila draad. Ja, dat is ook een goed idee, Lida. Ik geloof alleen dat hij op dit moment niet in het assortiment zit. Maar daar hebben we een oplossing voor. Wist je dat je het witte draad ook kunt kleuren met je stamping blends? En met je, hoe heet die andere dingen? De gewone markers. Dus stel nou dat je toch lila wil. Kleur gewoon het witte draad en je hebt een lila kleur. Zo. Ik wil deze een beetje rechter hebben, dus dan moeten we even een beetje meer friemelen. Nou, zit er niet in. Ook oké. Okay. Zo. En nou is het natuurlijk wel berensaai om zo'n kaart te sturen, want ja, weet je, we hebben nou niet voor niks gelegenheden. Omdat... wat ik normaal doe als ik ga stempelen en ik ga hem uitpunchen, doe ik altijd eerst stempelen en dan punchen. Maar om jullie tegemoet te komen, aangezien jullie van mij uitgepunchte figuurtjes hebben gekregen, ga ik dat ook gewoon proberen. Normaal zou ik nu mijn stemperaties erbij pakken. Zoals ik al zei, het was zondagochtend. Ik heb niet alles hier voor de hand. En ik ga hier eerst even een strook van afsnijden. Volgens mij. Maar ik pak hem al 2,5 inch. Dan weet ik zeker dat hij past. Oftewel 7 centimeter. Zo'n beetje 6,5, 7 centimeter. Toch? Ja. Dat is het enige nadeel dat er twee aan zitten. Tegelijkertijd punch je ze uit. Aan de andere kant vind ik het dus heel erg fijn dat ik niet nog weer twee puntjes in mijn kast heb. En dan kun je zeggen, je hoeft ze toch niet allebei te kopen. Ja, die is grappig. Dat gaat mij dus niet lukken. Nou, kijk. Ik heb het nog niet Kijk, deze stempel. Je ziet gewoon al dat ik hem heel vaak heb gebruikt. En ik ben zo blij. Even herrie. Ik ben zo blij dat hij doorgaat in de jaarcatalogus. En deze wil ik jullie ook meegeven. Dat kun je met dit dus ook doen. Bij deze set zit een punch ook. En die punch dus de tulp en het blaadje uit. En wat ik heel vaak doe, is ik maak even een malletje. Dan kan ik die erop leggen. En dan zeg ik daar dus de stempels in.
Dus dit is even gratis tip tussendoor. Niet gepland. Is toevallig zo gekomen, want ik heb vanochtend pas bedacht, ik ga deze doen. En wat je dan doet, is je pakt hem op en dan stempel je hem dus ook zo. En dan kun je hem ook direct zo uitpunchen. Dus dat is even de gratis tip op zondagochtend. Zou ik dus ook voor die kunnen doen. Heb ik nu gewoon weer zin in. Even kijken. Welke gaan we gebruiken? Zwaai vind ik altijd leuk. Laat het voorjaar maar komen. Past die in de oven? Daar past die in. Ja, dat wordt krap. Dus dan is die voor de grote. Past die hier zo. Hop. En ook hier doen we weer het stempelmatje er even onder. Zo. En ik stempel toch het liefst mijn teksten met... Oh jongen, Leonie, ik ben zo slim. Net zo slim als mens. Nou ja. Mijn teksten stempel ik het liefst met zwart. Ik vind dat... Dat is wel een soort van autisme trekje, denk ik dan. En zorg dus dat je hem niet te dicht tegen de rand doet. Want je gaat hem dadelijk dus nog uitpunchen. Laat het voorjaar maar komen. Nou, daar zijn we het allemaal wel mee eens als we naar buiten kijken. Ik pak weer even mijn doosje. Mijn HEMA doosje. Met mijn jammy erbij. De reden dat ik dus een doosje heb met opstaande randen. Ik leg anders die jammy dus gewoon op mijn werkblad. En wat gebeurt er? Leg je je kaart tegenaan. Dat ding is nat. Gaat het mis. Dus dat, ja, is gewoon om mijn eigen onhandigheid daarin te voorkomen. Ik punch hem even meteen uit. Dan weet ik hoeveel ruimte ik nog over heb aan de bovenkant. Kijk, superleuk. En dan wil ik nog een kleintje van harte. Dan hebben we gewoon nog een verjaardagskaart erbij, ja. Hopla. En ik vind dit lettertype van de stempelset ook zo mooi. Het is wel echt... Ik ben wel een beetje droevig dat er vrij veel Nederlandse stempels gaan verdwijnen. Ik ben wel heel blij dat er een enorme suite aankomt met hele mooie Nederlandse stempels. Dus helaas mag ik daar nog niet meer over zeggen. Zodra de catalogi binnen zijn en je hebt er eentje bij mij aangevraagd, dan krijg je uiteraard een catalogus van mij. En dan zul je zien hoe mooi dat het allemaal is. Kijk, deze past hier mooi in. En ik bedenk me nu dus, en dan kan ik nog een pareltje hier en een poespasje daar. Maar nee, de workshop heet simpel stempelen. Dus ik hou het simpel. Ik ga ook niet meer doen dan stempelen. En dit stuk, het lintje is eigenlijk al te veel. Ik ga ook nog even de Oval Occasions erbij pakken. Want die vind ik gewoon ook heel erg mooi qua lettertypes. En nou hoeft het matje er niet meer onder. En dan zal ik je zo meteen vertellen waarom. Wat gaan we doen? Ik pak zo Lucky to Know You, denk ik. Nee, ja, verdorie, dit is lastig. Kan ik kiezen? Happy Birthday. Ik heb vast nog wel wat verjaardagen in het vooruitzicht. Dus ik pak even de Happy Birthday. En Thank You for Your Kindness. Die vind ik wel leuk. Dan hebben we ook eentje in de grote. Ik begin met die grote. Oh, past dit? Ja. Dan is toch je grotere blok fijner, hè? Nou, stempelmatje mag je eronder laten, hoeft niet. Want de klingstems, die hebben een eigen kussentje. Dus dan heb je voldoende tegendruk in jouw, op jouw stempel en op jouw werkblad om hem goed af te laten drukken. Dus we pakken het papiertje er weer bij. Oh, en dit doe ik trouwens ook heel vaak. In plaats van dat ik mijn stempel op mijn inktkussen doe. En dat doe ik eigenlijk voornamelijk met zwart. Ik doe het niet zo snel met de gekleurde. In plaats van de stempel op de inktkussen op de stempel. Zodat je ook goed kunt zien hoe goed gevuld dat is. Even schoonmaken. En dan zit hij vast, dus even mijn nagel eronder. En we punchen hem uit. En dan hebben we nog de Happy Birthday.
Nou, zal ik het ook nog even een keer andersom doen. Goed kijken of dat hij goed gevuld is. Happy birthday. Iemand jarig vandaag? Zo. En dan mag deze ook terug in de doos. Hoe gaat het met jullie? Ik ben wel heel benieuwd of dat alles al een beetje gelukt is tot nu toe. Of dat ik gewoon weer zoals as usual veel te snel ga. Ik probeer namelijk een beetje een rem erop te zetten. Zo, zwart weer weg. Dan nog deze even uitpunchen. En ik had deze dus ook uit de grote uit kunnen punchen. En dan, dat is wel even leuk om te laten zien van deze set. Laat ik even zo zien, zodat hij niet zo spiegelt. Ze hebben sterretjes en hartjes. Zo zie je nog beter. Sterretjes en hartjes die precies zo op de rand passen. Kijk, hier hou ik van, hè, dat soort details. Hey Kim, goed bezig. Loopt gelijk. Ik ben benieuwd naar je resultaat straks, hoor. Dus op het moment als je zo'n klein tekstje gebruikt, Time to Celebrate bijvoorbeeld. Oh, je hebt ook nog bloemetjes eventueel. Dan kun je dus de bloemetjes er ook nog omheen stempelen. Dus je maakt het jezelf heel snel makkelijk. En je zou er zelfs nog voor kunnen kiezen, als je hier ook kijkt, heb je blaadjes, om die ook nog in te kleuren. Dus je kunt het zelf zo gek maken als je wilt. Maar ik moet mezelf continu nu inhouden en zeggen, nee, we hebben een simpel samplen workshop. We maken het niet te moeilijk. Oké. Dan heb je in je pakket, als het goed is, een velletje Dimensionals gekregen van mij. Dat zijn de kussentjes om mee te plakken. En ik gebruik zelf eigenlijk de kleintjes nog vaker dan de grote. Maar voor dit soort dingen zijn de grote eigenlijk toch ook wel heel erg handig. Zit die meteen gewoon goed vast. Ik weet oprecht even niet meer of ik de kleintjes of de grootjes in jullie pakket heb gedaan. Oh, dit gaat hem niet worden. Laat maar gewoon even zo. Doe ik straks wel. En dan draaien we hem even om. Zullen we à la Bruno Bertucci hem volplakken? Of degene die hem kennen? Als er iemand goed is met Dimensionals, dan zei het wel. Nou, ik pak er gewoon twee. Dan is het prima in balans. Dit voelt wel een beetje veel al. Kun je nagaan omdat ze zo groot zijn. Zo. Nou ga ik eerst, en dat is meer voor mijn eigen gemoedsrust. Dan ga ik eerst eventjes de kaart op de basiskaart plakken. Omdat ik dan daarna iets meer stevigheid heb om mijn sentimenten of mijn teksten nog op te plakken. Dus dan ga ik even kiezen. Ik vind het mooiste om deze zo te doen en deze hier. En dan deze twee daarop. Dus dat je echt alle kleuren optimaal, allemaal aan de bovenkant bracht, hè, optimaal gebruikt. En ook hier pakken we weer even de Tombow voor. Ah, de grote zitten erin, Kim. Thanks. Had ik de goede gok gemaakt dan even. Kijk, en oh, nu is het trouwens het moment als je zegt ik wil toch nog schuiven. Dan is nu het moment om te gaan schuiven. Want als je vast zit, zit hij vast. Dus wil je strikje nog op een ander punt hebben dan dat hij nu zit. Even nu doen. En kijk, want nu kan ik gewoon lekker duwen zonder dat ik ook de tekst misschien vernachel met mijn handen. Dus vandaar dat ik het fijner vind om nu er alvast eventjes op te plakken. Oh jongens, ik wil ook eens vertellen dat ik dit heel erg mis om gewoon weer lekker die workshops te geven. Ik vind dit ook wel weer heel erg leuk. Ik denk dat ik hem gewoon weer vaker ga doen. Geniet hier toch wel echt van, hoor. Man en kind mogen even lekker zelf weten wat ze doen. Laat mij maar even gewoon jullie laten zien wat er allemaal mogelijk is in Stempelland. En het simpel stempel had ik toch al bedacht dat ik hem er iets vaker in wilde houden. Ik vind het echt super leuk om ingewikkelde kaarten te maken met allerlei vouwtechnieken. Maar ik vind het vooral ook heel erg leuk om mensen gewoon een nieuwe hobby aan te leren. En te laten zien dat letterlijk iedereen dit kan. Hoe tof is het als er nog meer mensen gewoon zelfgemaakte kaartjes gaan sturen. Of zelfgemaakte doosjes of weet ik veel. En dat
Vooral, het hoeft niet moeilijk te zijn. We hebben afgelopen week met de teammiddag van ons team, heb ik het nog goed? Ja. Hebben we een watervalkaart gemaakt. Als je dat ding ziet, ziet het super gecompliceerd uit. Maar als je het gewoon samen stap voor stap maakt, dan valt het eigenlijk best wel mee. Het enige wat je nodig hebt is een paar goede basismaterialen. Zoals de snijmachine met rilfunctie, die is bijna onmisbaar. Eigenlijk ben je er dan al een heel eind. Dat is je allergrootste basis. Maar goed, ik heb een boomfolder, Tombow, je schaar en je snijmachine. Dat is je allergrootste basis van je knutsel gebeuren. Ja, en goed materiaal om mee te knutselen. Ik snap dat het niet voor ieder portemonnee is weggelegd, maar je hoeft ook niet alles te hebben. En velletjes papier zijn bij mij ook per stuk te koop, want ik vind het niet nodig dat iemand een heel pak gekleurd papier koopt, zeg maar. Dat is helemaal niet nodig, wat moet je ermee? Kijk, ik heb hier een heel imperium, het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Maar ik heb ze dus altijd op voorraad, dus stel je wil even een paar kleurtjes hebben, dan kom je gewoon een velletje halen of ik stuur ze even op. En dan kun je ook gewoon aan de slag met spullen die fijn werken. Zo belangrijk. En inderdaad, Leonie, wat je zegt, deel de liefde, want de liefde van Stampin' Up! Is groot. Vooral ook het community stuk. Weet je, we zijn echt samen. Er zitten meerdere demo's hier nu bij mij in de workshop, zoals ik zie. En dat is gewoon, dat vind ik ook heerlijk. Weet je, we mogen elkaar daarin helpen. Nou, ik heb 4 basiskaarten. En dan ga ik de teksten erop plakken. Ga ik eens even kijken wat ik leuk vind. Ik ga deze, denk ik, hier zo. En dan deze daar. Daar. Kijk, altijd eerst eventjes neerleggen voordat we ze vastpakken. Ik leer ook met de jaren, jongens. Kijk, normaliter dan gooide ik het er altijd gewoon allemaal maar meteen op. Nee, deze daar. Ik vind dat bloemetje, zie je nou? Ik heb hem over het bloemetje heen gedaan. Dat is eigenlijk helemaal niet zo handig. Ja. Dan doen we hem gewoon zo dat het bloemetje er net bovenuit komt. En hier de van harte. Nou, dan nog enige hoeven we te doen is de schutvelletjes eraf te halen. Even dit strikje eroverheen. Oh, hij zit al vast. Kijk. Nou heb ik toch gewoon weer 4 kaarten om te versturen. Dit is toch ideaal. En dat in een uur, hè. En dan heb ik ook nog allerlei uitleggen bijgegeven. Dus op het moment als dat allemaal niet nodig is en je zit gewoon lekker in een stempelbubbel, dan heb je zo 8 kaarten gemaakt in een uur. Want stempel gewoon lekker 2 vellen vol, ga snijden, ga plakken. En je bent er. Zo. Ta-ta-ta-ta. Nou, ondanks dat het totaal niet mijn kleurcombinatie is, ben ik er wel heel blij mee. Ik vind ze echt heel erg leuk geworden. Ik ben echt oprecht gek op die stempel. En die ga ik dus nog vaker gebruiken. Ik geloof wel, de Circle Celebration heb ik helaas niet teruggezien in het voorjaars of in de grote nieuwe catalogus. Dus wil je hem hebben, laat het niet te lang duren. Ja, Anoush, je hebt er gewoon 8 natuurlijk gestempeld. Ja, tof. Dankjewel, Leonie. Ik vond het ook echt leuk om te maken. Wat ik al zei, deze Circle Celebration is maar €21. Dus wil je beginnen, dan is dit echt een mooi basisset om mee aan de slag te gaan. En heb je toevallig ponzen of stansen, je stans er dus ook heel makkelijk uit. Dus hier zijn onwijs veel mogelijkheden in. Ook deze komt uit de voorjaarscatalogus en is als bundel te verkrijgen voor €40,50. Stempels los voor 23 euro en de punch los voor €22. Dus weet je, heel mooi basispakketje om volledig aan de slag te gaan. De tijddoos tulpen weet ik even niet uit mijn hoofd wat die kost, maar die staat als het goed is nog in de jaarcatalogus en die gaat ook weer lekker mee door. Ik zie alleen maar enthousiaste reacties, dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind het tof dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik zou heel graag willen zeggen, alles is terug te vinden op mijn website. Dat zeg ik ook voor degene die later nog een keer op mijn YouTube-kanaal kijken. Mijn website is vol in onderhoud en hij wordt echt prachtig. Ik
vond het wel heel spannend, want ik heb heel veel blogposts skillen vanuit Blogger. En ik heb eigenlijk een prachtige WordPress-site waar jullie allemaal naartoe mogen. 12 juni, juni met een van neus, heb ik mijn creative event in Helvoort, hoop ik, in het Helvoorthuis live. Dan gaan we weer de hele dag met z'n allen creatief bezig zijn. Het is voor beginners, gevorderde demo's. Iedereen is welkom. Er zijn al meer dan 10 inschrijvingen, dus daar ben ik heel trots op. Mocht het niet kunnen dat we live gaan, dan wordt het gewoon weer een online editie. Wordt hier iets goedkoper. Dan komen alle spullen naar je toe en gaan we lekker online met elkaar aan de slag. Dus, lieve dames, schrijf je in voor 12 juni. Stuur me even een berichtje op het moment als je dat graag wil. Zodra ik weer het in mijn bol krijg om een live workshop te geven, dan horen jullie het natuurlijk ook. Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie de kaarten online delen en mij taggen. @paperstar of gewoon mijn naam, Selina van de Nieuwhuis, ook helemaal oké. Of dat je de kaarten in het evenement zet wat ik gemaakt heb op Facebook. Voor nu, dank je wel voor jullie heerlijke reacties. Dank je wel dat je erbij wilde zijn. En ik wens je nog een hele, hele fijne zondag. En ga lekker stempelen vandaag, want het is echt wel een dag ervoor. Doei, lieve mensen.